Een hele goede morgen iedereen. We gaan van start. Welkom bij de online seminar week die we voor de educatiemarkt organiseren deze week. Wellicht waren jullie gisteren al aanwezig bij de kick-off. Toen zijn we namelijk begonnen met onze marketing sessie voor de online seminar week. En vandaag zullen we eigenlijk daarop volgend gaan starten met het SEAL-stuk. Dus de selectie en werking van nieuwe studenten. De reden dat we eigenlijk deze online seminar week zijn gaan organiseren, is eigenlijk feedback vanuit onderwijsinstellingen die zeggen van hey, we zijn al behoorlijk met dynamics bezig of zijn het van plan en we zouden eigenlijk wat meer praktisch hands-on willen zien wat die applicatie nou voor ons kan betekenen. Daarom hebben we deze online seminar week georganiseerd. Gisteren was het marketingstuk, vandaag sales, selectie en werving. Morgen zullen we inzoomen op customer service, meer klantcontactcenterdeel. En vrijdag zullen we nog in gaan zoomen op Power Apps. Eigenlijk ons platform om heel gemakkelijk apps te maken. Even een korte introductie. Mijn naam is Michael Kies. Vanuit Microsoft ben ik verantwoordelijk voor de onderwijsmarkt voor business applicaties. Onze productgroep heet daarin Dynamics 365. En daar help ik voornamelijk klanten mee met de digitale transformatie. Ik ben heel blij dat mijn collega vandaag Michiel is aangesloten. Goedemorgen. Goedemorgen, Michiel Redert. Ik ben Technical Specialist of Solutions Consultant voor Microsoft. Werkzaam als collega van Michael in de business applicatiehoek van Microsoft. Specialiseerd in customer engagement. Helemaal goed. De agenda ziet er als volgt uit. Ik zal een korte aftrap doen meer. Wat is je visie op de educatiemarkt vanuit Microsoft en hoe ziet onze productpropositie daarin uit? Maar daar gaan we voornamelijk daarna de tijd besteden om echt hands-on de applicatie in te duiken en te laten zien wat het voor jullie kan betekenen. Mocht er nou nog vragen zijn, dan adviseer ik dat eventjes om aan het eind mee te wachten. We hebben daar namelijk ook nog een tijdslot voor geblokkeerd, waar we ook in een Q&A-sessie nog prangende vragen kunnen gaan beantwoorden. Yes. Dan begin ik heel eventjes bij vanuit de industrie, de kennis. Wat we eigenlijk zien in de markt is dat de verwachtingen van studenten worden steeds hoger. Ze willen eigenlijk via ieder kanaal dezelfde ervaring kunnen krijgen. En ook eigenlijk een veel persoonlijker aanbod van bijvoorbeeld bepaalde vakken of cursussen. Nou, dat betekent dat daar een uitdaging ontstaat voor onderwijsinstellingen om daarop aan te passen. Dat betekent dus dat op basis van privacy en beveiliging belangrijke zaken moeten ingeregeld worden. Hoe ga je om met devices die van studenten of werknemers meegebracht worden? Hoe ga je om met het aanbieden van deze persoonlijke huurvorm van onderwijs? Dus dat betekent dat daar een uitdaging is om die verhoogde verwachtingen daarop te kunnen inspelen. Om eigenlijk die uitdaging te kunnen realiseren, zeggen wij eigenlijk van oké, dat betekent dat je ook een transformatie moet inzetten. De digitale transformatie. En die zien we eigenlijk op vier pilaren. De eerste is verbinden met de student. Dus hoe kan je nou eigenlijk vanuit een dataperspectief de student zo goed mogelijk kennen om ook wel het 360 graden klant of studentbeeld uit te creëren. Wat heeft deze student in het verleden gedaan? Wat is de huidige situatie? En hoe kunnen we proactief weten wat we in de toekomst kunnen aanbieden qua diensten of services? Nou, dat gebeurt aan de voorkant. Aan de achterkant wil je dan ook die back-office processen daarop aanpassen, zodat je efficiëntie in de keten realiseert. Dat noemen we meer de optimalisering van je bedrijfsvoering. Links onderin, hoe ga je nou je werknemers ondersteunen met de tools? Daar zit meer onze productiviteitssuite zoals Office 365. Hoe ga je nu onderling met elkaar samenwerken? Rechts onderin de laatste pilaar, omdat we momenteel zoveel data hebben van deze studenten, betekent dat we ook daar intelligentie op kunnen toepassen en misschien wel nieuwe diensten en producten ook kunnen aanbieden. Nou, wat is hierin belangrijk om over deze pilaren en assen te eigenlijk genereren, is data, data, data. Want uiteindelijk willen we uit die data intelligentie halen en vervolgens een actie op ondernemen om daar eigenlijk de juiste dienstverlening te kunnen bieden. Nou, deze digitale transformatie. Nog eentje verder klikken. Ja,
Deze digitale transformatie zien wij voor ons om te realiseren met de volgende productpropositie. Aan de linkerzijde zien jullie Microsoft 365. Dit is onze eigenlijke nieuwe brandname voor de suite die bestaat uit Office 365, waar je Excel, je Outlook, PowerPoint in zit. Maar hier zit ook Windows 10 in, je operating system, en ook Enterprise Mobility and Security. Dus hoe ga je om met voornamelijk je beveiliging. Dat zit aan de linkerzijde, Microsoft 365 Productivity and Security Suite. Aan de rechterzijde zien we onze Azure platform, dat is onze cloud data opslagplatform. Dus hoe ga je daar je data in opslaan, maar ook vervolgens intelligentie uithalen door bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie toe te passen. Nou, tussen deze twee productgroepen zien we eigenlijk de brug Dynamics 365. Dynamics 365 is ons business applicatie platform. En de visie die Microsoft heeft is dat we eigenlijk vroeger praten over CRM en ERP. Maar eigenlijk door te praten in deze grote systemen creëren we ook silo's. En op basis van de feedback van de markt hebben we eigenlijk gezegd, laten we al deze waardevolle functionaliteit die in CRM en in ERP zit, nu onderverdelen in modulaire workloads. Nou, aan de front office processen zit je dan een stukje marketing, wat we gisteren hebben behandeld. Hoe ga je nou awareness en inspireren bij de studenten? Een stukje sales gaan we vandaag eigenlijk op in. Hoe ga je data gebruiken om daar een betere selectie en werving op te doen? Daaronder is het customer service, wat we morgen zullen behandelen. Oké, wanneer deze studenten of werknemers nou vragen hebben of klachten, hoe kunnen ze nou in een omnichannel wereld via ieder kanaal toch eigenlijk goed geholpen worden? Projectservice zit meer op als je nou wat grotere projecten hebt met bijvoorbeeld andere derde partijen met wie je samenwerkt. Hoe ga je dan om met resources die je moet inplannen, budgettering en milestones? Kijken we meer naar de back-office processen, dan zit daar meer je financiën. Dus hoe ga je om met je boekhouding, winst- en resultatenrekening. En in je operatie zit meer je logistiek, je supply chain, je bevoorrading. En daarboven hebben we nog talent wat meer op de HR-hoek zit. Nou, dit zijn allemaal standaard workloads binnen Dynamics, wat ik net heb opgenoemd. Microsoft heeft ook de visie dat we eigenlijk zoveel mogelijk out of the box willen doen. Standaard, zodat klanten daar niet meer maatwerk of customizations op hoeven eigenlijk bovenop te bouwen. Al deze standaard workloads zitten in een platform. Maar daaronder hebben we eigenlijk een Power Platform. De Power Platform bestaat uit Power BI. Dus hoe ga je naar Excel bestanden eigenlijk visualiseren middel dashboards. Flow is eigenlijk een applicatie waardoor je eigenlijk ook flows, business process flows kan instellen. Als dit gebeurt hier, dan wil ik dat gebeurt daar. Dus het gaat echt om een automatiseringsslag daarin te maken. En Power Apps, wat we ook vrijdag in de online seminar zullen bespreken, is eigenlijk ons low-code/no-code platform, waar je heel gemakkelijke apps kan bouwen om handmatige digitale processen daarin te automatiseren. Als we eigenlijk Dynamics platform toepassen op de student, dan zien we eigenlijk, dan praten we over de student lifecycle management. Dus hoe kunnen deze applicaties nou om een student of een werknemer of om een onderwijsinstelling nou diensten aanbieden om eigenlijk daarin te ondersteunen. De stages en alumni, dat zijn ook dingen die in Dynamics gerealiseerd kunnen worden om vanuit daar een actie op te nemen. Ik ga kort nog heel eventjes een kleine recap doen van de online seminar van gisteren, want ik denk dat dat zeker in het verlengde ligt met wat we vandaag gaan bespreken. Dus gisteren hebben we eigenlijk ingezoomd met Wendy Bakker op het stukje marketing. Dus hoe ga je nou eigenlijk om met de student te kunnen inspireren en awareness te creëren over bepaalde faculteiten of vakken? Nou, hier hebben we bijvoorbeeld event management laten zien. Bijvoorbeeld nieuwsbrieven laten zien. Hier hebben we customer journey campagnes laten zien. Hè? Dus het gaat echt om het beginstuk van de student om daarin te inspireren. Nou, heel hoog over. Hè? Daar hebben we dus multi-channel campaigns laten zien. Hoe ga je om potentiële studenten die lead zijn? Hoe ga je die verder nurturen? Hoe ga je om met event management? Hoe ga je om met dashboarding en reporting? Om dat inzichtelijk te maken. En ook vanuit de AI om daar meer voorspelling op te kunnen doen.
De laatste slide voordat ik hem aan Michiel ga overgeven is eigenlijk, denk ik, wat meer uitzoomend met een helikopterview, dat we dus echt deze processen dus ook in het verlengde van elkaar zien. En dat het ook de kracht van het platform gaat zijn om deze drie hoofdprocessen vanuit één database te kunnen voorzien. Dus als je marketing hebt gedaan, inspireren, leads genereren, om vervolgens die data te gebruiken in sales, om vanuit daar betere acties op te kunnen ondernemen. En vanuit daar zijn die mensen al inzichtelijk in het systeem. Even is iemand niet. Ja, zo. Nou, dat is hier gemuurd. Yes. En dan gaan we dus nu over naar Michiel voor meer een deep dive op het salesstuk. Ja, dankjewel Michael. Goedemorgen allemaal. Ik ga een stuk presentatie doen en ook een demonstratie van een live systeem. Er is ruimte voor het stellen van vragen eigenlijk op twee manieren. Enerzijds in de chat kunnen jullie altijd je vragen stellen en Michael zal in de gaten houden wat voor vragen daar komen. En anderzijds zullen we na de demonstratie ook ruimte inbouwen voor het stellen van vragen. Ik zoom in op het stukje Dynamics for Sales. En dat heb ik eigenlijk als subtitel gegeven, Know Your Student. Ik loop al een tijdje mee in CRM-land, zo'n jaar of 19 inmiddels. En CRM-systemen zijn al meer dan 20 jaar beschikbaar in de markt. En draaien uiteraard van oudsher voornamelijk om relatiebeheer en om opportunity management en pipelinebeheer. Inmiddels is dat redelijk commodity geworden in de markt. We hebben uiteraard onze eigen Dynamics for Sales. Maar ik wil eigenlijk vandaag meer inzoomen op hoe kun je nou je studentenkennis verzamelen om veel meer vanuit die gepersonaliseerde ervaring en engagement die student aan je instelling verbinden en blijven verbinden. En hoe kun je dus ook steeds meer je eigen waarde over de bühne laten komen richting al die studenten. Dus dan hebben we het niet meer zozeer over relatiebeheer, maar veel meer over relatie-insight. Nou, Microsoft is al heel lang een leverancier van artificial intelligence oplossingen. En het leek mij leuk om in dit seminar daar aandacht aan te gaan besteden, zodat jullie kunnen zien wat artificial intelligence in real life voor jullie instelling zou kunnen betekenen. Want voor sommige mensen klinkt dat misschien een beetje ver van een bedshow, maar wees ervan overtuigd, het is er al en het is hier te steken. Uiteindelijk willen we dus op basis van die echte customer insights, hè, die 360 graden view die al zo lang beloofd is, maar heel veel bedrijven en ook instellingen nog niet op orde hebben, om daar actionable knowledge van te creëren, zodat je in je interactie met je studenten direct in kunt zoomen op waar die student mee bezig is, wat zijn behoeften zijn, en kunt matchen met wat jullie kunnen leveren. Nou, we zijn niet de enige die vinden dat customer experience eigenlijk de opvolger van CRM een belangrijk onderwerp is. De grote analisten die hebben het daar ook steeds over. En waar veel bedrijven mee te maken hebben, is dat hun producten en diensten steeds minder gedifferentieerd zijn en dat de differentiatie zit in de klantervaring. Dus steeds meer in de interactie met de bedrijven en de instellingen in plaats van in de producten en diensten. En om terug te komen op de slide van Michael, dat is niet alleen in marketing, dat is niet alleen in sales, dat is niet alleen in als de student al bij jullie instelling studeert, hè, waar je een stuk service, waar we morgen op ingaan, mag verwachten. Dat is over de hele keten heen en specifiek voor het verkoopstuk. Hè, wat zou je nou willen leveren als instelling aan nieuwe studenten of zelfs aan bestaande studenten die misschien een stukje cross- en upsell gedaan kunnen worden.
Of bedrijven die met jullie instelling zaken willen doen. Dan heb je het echt over gepersonaliseerde aanbevelingen en next best actions. Wat moet ik op dit moment doen om die student of dat bedrijf de optimale beleving mee te geven van mijn instelling? Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Kortom, even samenvattend, we willen ons differentiëren als instelling van andere instellingen. We willen die student in een gepersonaliseerde reis meenemen. Ik ben anders in mijn reis dan Michael is. Ik heb andere verwachtingen, andere behoeften. Het is een organisatiebreed brede effort. Iedereen moet erbij betrokken worden. En we zien daar waar bedrijven het beste doen, wordt het ook vanuit de hele organisatie gedragen. En je ziet zelfs ook bedrijven nadenken over, moeten wij daar niet op C-level niveau iemand specifiek voor aannemen en voor verantwoordelijk voor maken. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Wat is dan de uitdaging waar bedrijven en instellingen voor staan? Even een persoonlijk voorbeeld. Ik heb een hond. En mijn hond heeft hondenvoer nodig. En dat bestel ik regelmatig bij een leverancier. Ik zal de naam niet noemen. En die leverancier is best op orde. Als ik daar inlog, dan zie ik mijn vorige bestellingen. En met één druk op de knop kan ik die weer bestellen. Dus dat werkt heel prettig. Het punt is alleen, als ik net heb besteld. En dus eigenlijk wel voor een maand of zo voorzien ben van hondenvoer. En ik ga daarna naar bijvoorbeeld een site als nu.nl. En ik heb mijn adblockers niet aanstaan. Dan zie ik een advertentie van diezelfde dierenvoerleverancier van de producten die ik net heb besteld. En dan gaat er bij mij een lampje branden van oké. Houden dus in de gaten op wat voor websites ik heb gebruikt. Op hun site, ik heb misschien op Google naar hondenvoer gezocht. En ze willen mij nog meer hondenvoer verkopen, dat begrijp ik. Maar kennelijk zijn ze toch niet in staat om precies die gepersonaliseerde message aan mij te brengen van oké, Michiel, we hebben begrepen dat jij net hondenvoer bestelt. Ik kan me voorstellen dat je daar nu eventjes geen behoefte hebt om die advertentie in nu.nl te zien. Kortom, een silo van informatie, in dit geval van webinformatie, die niet geconnecteerd is aan de transacties die ik met dat bedrijf uitvoer. En hoe komt dat? Want nogmaals, mijn klantervaring is dan bevreemdend, want ik vind het raar dat ze dat zeggen. Hun efforts die zijn er wel en ik herken ze ook en ik vind ze oké, behalve dan dit voorbeeld. En als ze dat niet zouden doen en in plaats daarvan, want het kostte ook geld om die advertentie op nu.nl te zetten. En als je even nadenkt van, ja, eigenlijk betaal ik ook voor dat geld wat zij aan nu.nl moeten betalen om die advertentie daar te krijgen. Dat is een excuus. Dat zit allemaal in de kostprijs van het product natuurlijk verwerkt. Daar kunnen ze een slag mee slaan. En ik wil met name even de aandacht vragen voor die 50% rechts onderin. Er ontstaat eigenlijk, ook volgens de analisten, in dit geval Gartner, een behoefte voor bedrijven en instellingen om na te denken over een customer data platform. En een customer data platform is wat anders dan CRM. Een customer data platform is een platform waarmee je data van klanten allemaal bij elkaar zet en op een slimme manier aan elkaar verbindt, zodanig dat je alle kennis vanuit alle kanalen ook, maar ook vanuit alle hoeken van het bedrijf en ook vanuit externe bronnen kunt samennemen om die klantbeleving optimaal te maken. En Microsoft heeft daar een visie op, daar kom ik zo op terug. Over hoe je dat zou moeten doen. En niet alleen een visie, maar ook inmiddels een product.
Waar bedrijven nu tegenaan lopen, is dat klantdata ontzettend verspreid zit over de organisatie en over de applicaties in het landschap. Noem maar een voorbeeld van front office, back office, hè, dat is een traditionele. Maar denk ook aan webbezoeken, denk aan sociale media, denk aan nou, van alles en nog wat. Je zou kunnen denken ook de receptie van je instelling, de face-to-face interacties die je hebt met je studenten, gaat veelal buiten de traditionele front- en back-office systemen heen. Denk, een hele simpele stuk e-mail. Dus daar zit van allerlei klantdata in. En hoe breng je die nou bij elkaar? Dat is een key challenge. Daar kun je een enorme architectuur op loslaten, zodanig dat als je in het ene systeem iets verandert, dat het rechtstreeks ook real-time voor mijn part in het andere systeem beschikbaar wordt. Dat kan. Hè? En dat is eigenlijk min of meer de traditionele aanpak. Waar wij als Microsoft toegevoegde waarde kunnen leveren, is om dat wat minder stringent op te leggen aan bedrijven. En ze in staat te stellen om data vanuit een klantperspectief uit de verschillende applicatielandschap, uit die verschillende applicaties omhoog te trekken en bij elkaar te nemen. Kom ik zo op terug. Ja, er zijn natuurlijk verschillende criteria en aanpakken voor personalisatie. Daarvoor is ontzettend veel klantkennis nodig en heeft ook te maken met je kanaalbewustzijn. Wat we zien is dat er veelal intelligentie over klanten, kennis over klanten, in de kanalen is geautomatiseerd. En dat is jammer, want die klantkennis die kan heel relevant zijn op het moment dat een klant, of een student in jullie geval, interacteert via een ander kanaal. Abstraheren van de kanalen is een belangrijke effort hier. Natuurlijk word je ook beperkt door data privacy reguleringen. Denk aan GDPR. Dus daar moet je altijd rekening mee houden. En tenslotte, we praten hier niet over een kleine data hoeveelheid. We praten hier over grote hoeveelheden data. Waaruit je met behulp van machine learning, dus artificial intelligence, op een slimme manier informatie wil halen. Dus data, rauwe data, transacties, profielinformatie, slim door machine learning heen halen, algoritmes die kant en klaar zijn of jullie misschien zelf willen aanleveren, om op basis daarvan informatie die actionable is, die je ook echt iets vertelt waar de student op dat moment behoefte aan heeft, kunt gebruiken. Wat voor data moet je dan aan denken? Nou, traditioneel kijken we natuurlijk naar profieldata, demografische data, min of meer statische data. Naam, adres, woonplaats, dat spreekt voor zich. Dan natuurlijk ook behavioral, dus denk aan bijvoorbeeld van hondenvoer, wat ik op het web doe. Maar denk ook aan specifieke transacties, dus mijn aankopen. Of mijn offertes die ik aanvraag. En tenslotte proprietary. Denk bijvoorbeeld aan Internet of Things, het mobiel gebruik, dat soort zaken. Die moet je allemaal bij elkaar brengen. En daar moet je allemaal bij elkaar brengen om op een slimme manier daar informatie uit die data te ontsluiten. En daarvoor, dat noemen wij dan intelligent customer insights genoemd. Daar zal ik straks een overview game over geven. Onze visie voor die oplossing is om elke organisatie in staat te stellen om zijn klantdata bij elkaar te nemen en te begrijpen. Ja? Dus nogmaals, uit het applicatielandschap pak iemand op aan de hand van zijn klantinformatie. En wat gebeurt daar, hè, wat vanuit alle kanalen, vanuit alle departementen, wat gebeurt er met de klant en welke informatie kan ik daar uithalen? Hoe vergelijkt zich dat met andere studenten die ik al eerder in mijn bedrijfsvoering heb
geanalyseerd en is die vergelijkbaar? Kan ik op basis van die vergelijking kan ik dan conclusies trekken van hey, wat zou ik nu kunnen aanbieden? Hoe zou ik hem nu een optimale klantbeleving kunnen laten ervaren? En data is dus cruciaal en staat centraal, wat voor data dan ook, of het demografisch, behavioral of transactiegericht is. En die 360 graden view die al zo lang door CRM-systemen wordt beloofd, is dus nu ook 360 graden. Front office, back office, extern, intern. En kan gebruikt worden in de verschillende applicaties, of het nou CRM is of je webbezoek, over de kanalen heen. Bedrijven die dit goed doen, als analisten, kunnen die een enorme stijging krijgen in de omzet en kunnen ook kosten verlagen. Denk aan het voorbeeld van het hondenvoer. Ik hoef op dit moment Michiel Redert niet een advertentie over hondenvoer te laten zien, dus het scheelt mij kosten. En, we praten over tienden van centen, maar denk even in het groot. Het gaat over de hele populatie heen. Beetje technisch verhaal nu, maar ik vind het toch belangrijk om te melden. Wat doen wij in het product wat we hebben genoemd, Dynamics 365 Customer Insights? Wij pakken allerlei bronnen van data bij elkaar, of ze nou intern of extern zijn. En daar hebben we ook verschillende connectoren opgebouwd. Die we aan onze klanten ter beschikking stellen. Wat betekent dat? Dat betekent dat je met heel weinig inspanning heel snel bij bronnen van data kan, die anders, waar je anders ingewikkelde integratiemechanismen vanzelf voor moet snel ontwikkelen. En dat hebben wij al gedaan. En daarmee is het dus mogelijk om bijvoorbeeld een Excel-bestand, een informatie uit een Oracle-database en informatie uit je bestaande CRM-omgeving, als dat dan bijvoorbeeld al Dynamics is, op een slimme manier bij elkaar te brengen. Dan die data gaan we bewerken. Dus we ingest, oftewel we verzamelen het eerst. En dan vindt die intelligentie plaats, waar ik het over had. En kom ik ook zo meteen terug op in mijn demo. Die moet je aan elkaar gaan matchen. Hoe zorg je ervoor dat waar Piet Puk bekend is in je front office, Pieter Puk hetzelfde is als Pieter Puk in je back office? Veel bedrijven proberen een soort van master data management oplossing in te richten. Met dit product is de noodzaak daartoe al een stuk minder, omdat we op een intelligente manier kunnen kijken naar, hey, zou die toch hetzelfde kunnen zijn, ook al heet die niet hetzelfde. We kunnen data verrijken, dat is helaas voorlopig nog alleen beschikbaar in Amerika, dus daar ga ik verder ook in deze presentatie niet op in. En we moeten conflaten, oftewel we moeten daar zeggen van, oké, welke informatie vanuit welk systeem is leidend? Is het e-mailadres van iemand leidend in mijn CRM-systeem of in mijn webapplicatie bijvoorbeeld? De klant of studenten weten natuurlijk prima wat voor e-mailadres ze zelf hebben. Nou, op het moment dat je dat gedaan hebt, kun je KPI's en measures kun je instellen, oftewel analytics. En daar kunnen we ook weer AI en machine learning bij inzetten, je eigen modellen of onze modellen. En op het moment dat je dat gedaan hebt, dan komt eigenlijk dat stukje action. Want hoe consumeer je nou die opgedane kennis en insight van je student? Nou, dat kun je doen in je systems of engagement. Denk aan je CRM-systeem. Ik zal zo meteen ook laten zien hoe dat werkt. Op het moment dat je een klantcontact aan het afhandelen bent en je ziet iemand zijn 360 graden, zie je ook meteen waar die op dat moment behoefte aan heeft. Dus een next best action of een gepersonaliseerde aanbeveling. Daarbij spelen ook wat Michael al zei, de Power Apps een rol. Die ook die kennis kunnen gebruiken om bijvoorbeeld met Flow een seintje te geven van hey, deze student dreigt misschien uit te vallen, hè, op basis van zijn cijferlijsten. Jullie zullen cijferlijsten een belangrijk ding zijn, ook in je analyse van je studenten. Doe een seintje naar
iemand om zeg maar die student te helpen of in ieder geval contact op te nemen daarmee. Power BI, met Power BI kun je op basis van die opgedane kennis compleet dashboards inrichten. Een van onze klanten, Tivoli, in Denemarken heeft dat al gedaan en hebben echt een fantastisch overzicht over waar hun klanten in het algemeen mee bezig zijn, maar ook per klant. Wat is specifiek voor die klant op dit moment van belang op het moment dat hij een Tivoli zijn park, op het moment dat hij mijn park bezoekt. Dus we willen een overall beeld van onze klanten. We willen daarmee insights en actie kunnen triggeren. Dat moet op een platform wat zich aanpast aan jullie specifieke omgeving. Dus wij leveren de templates, jullie vullen die aan. Die ook uitbreiden. En natuurlijk moet dat een vertrouwd platform zijn, wat nog wel even bestaat. Nou, om even dus elk van die vier door te nemen. We willen de data heel makkelijk bij elkaar harken. Nogmaals, daar leveren we die connectoren voor. Je ziet ze zo meteen in het scherm ook, zo meteen in mijn demo. Die moet je op een intelligente manier kunnen transformeren. En ja, nogmaals, het enrich, dat zit op dit moment is dat niet in buiten Amerika beschikbaar. Maar wie weet wat er nog aan zit te komen. Daarmee willen we de klantintentie, dus waar is de student of klant op dit moment mee bezig, willen we kunnen voorspellen. Overal, over de klantenpopulatie heen, wil je trends en patronen kunnen detecteren. En eventjes, gisteren heeft Wendy de marketingmodule behandeld. Belangrijk is dat ook customer insights een belangrijke bron kan zijn om je marketinguitingen nog verder te personaliseren. Om echt heel gericht te zeggen van nou, van mijn studentenpopulatie is alleen dat deel waarschijnlijk kan alleen dat deel vatbaar zijn voor mijn marketingcampagne bijvoorbeeld. Of een evenement. En dat kan helemaal geautomatiseerd worden. Want dat rechterplaatje, dat is een plaatje van flow. Daarmee kun je die kennis die je hebt opgedaan in je Customer Insights module overhevelen naar andere applicaties. Een aanpasbaar platform dat niet alleen kan connecteren aan standaard dingen als een Excel of een tekstdocument of weet ik veel, een Oracle database. Maar waar je ook connectoren kunt vinden voor specifieke applicaties. En daar blijven wij als Microsoft in innoveren en evolueren. Dus we zullen daar steeds meer standaarden voor aanleveren. En tenslotte, nogmaals, het ging om grote volumes van data. Wees er nou uit, Microsoft als cloudleverancier kan dat aan. Het heeft allemaal te maken met technische termen als data lakes en dergelijke. Die achter de schermen spelen die daar een grote rol in. Merk je als gebruiker als van het platform verder niks van. Dat is voor je geautomatiseerd. En er zijn gebruiksvriendelijke schermen bovenop die applicatie gezet. Hoe zie je dat dan? Hè? Als je kijkt naar het, want we hebben het vandaag specifiek over sales. Voor sales is dus van belang dat op het moment dat je bezig bent met een specifieke student, dat je direct kan zien wat zijn next best action zou kunnen zijn en wat de cross- en upsell mogelijkheden zijn. In termen van het aanbieden van nieuwe studies, nieuwe lesvormen, dat soort zaken. Je kunt het ook heel goed transformeren naar je min of meer B2B activiteiten, waar je echt opportunity management hebt voor bijvoorbeeld om bedrijven een standaard training aan te bieden. Dat zijn veelal langlopende processen waar je in elke stap bepaalde tips kunt krijgen. Zie je het als een wingman, als je met zo'n bedrijf bezig bent. Van hey, dit bedrijf zit op dit moment in die fase van de sales cycle.
het is slim om nu aan die aanbieding te gaan denken. Nou, we kunnen dus heel snel starten met die standaard connectoren en je data verzamelen. Je kunt daar met artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, van data informatie maken. En we leveren daarvoor een vertrouwde oplossing. Een van de klanten die dat al doet, is UNICEF. UNICEF heeft gedacht dat ze voor de donateurs, dat ze die meer gepersonaliseerd willen betrekken en de berichtgeving veel meer relevant willen maken. Om enerzijds meer te halen uit de bestaande donateurs, maar ook anderzijds om nieuwe donateurs aan te trekken. We gaan nu naar de demo. Wat we hier zien, ik hoop dat jullie mijn scherm kunnen zien. Ja, ik krijg de bevestiging van Michael. Is het startscherm van Customer Insights, waarbij ik in een dashboard view kan zien wat voor een KPI's en measures ik allemaal mee bezig ben. Wat voor segmenten ik heb onbekend. Maar als ik eventjes terug ga naar het begin, dan start het allemaal met data sources. Nou, ik heb hier een relatief eenvoudig voorbeeld genomen. Ik heb een aantal bronnen bij elkaar genomen van bijvoorbeeld mijn e-commerce activiteiten, een loyaliteitsprogramma, misschien point of sale aankopen, websitebezoek en mijn Dynamics instantie. En op het moment dat ik daar een data source aan wil koppelen, dan kan ik kiezen uit die connectoren die ik al eerder noemde. Dus ik kan heel eenvoudig nieuwe bronnen insluiten en verbinden aan de al bestaande informatie die in mijn Customer Insights module zit. Ik heb hier een beetje een langzame internetverbinding. Maar je zult zien dat er heel veel standaard connectoren zijn. Niet alleen Excel, niet alleen tekstbestanden, niet alleen Oracle Database, maar ook steeds meer andere applicaties. Op het moment dat ik dan die databronnen heb gekozen, dan kan ik daarvan kiezen welke entiteiten ik wil gebruiken. In dit geval wil ik een aantal entiteiten van mijn, bijvoorbeeld van mijn CRM-systeem, de Dynamics NL Drive. Daarom wil ik het accountobject, ik wil de afspraken, ik wil de contacten, maar verder eigenlijk niet zoveel. Maar mijn e-mail ook en de phone calls. Maar dat is het wel een beetje. Er zit natuurlijk veel meer in, maar het is natuurlijk slim om op een bepaalde manier de entiteiten met elkaar in relatie te brengen. Want dat gaan we nu doen. En dat is eigenlijk de drie M's. En als ik één ding graag zou willen, wat jullie vandaag van deze call zouden moeten onthouden, is de drie M's, de map, match en merge. Want daar zit de intelligentie in om nogmaals uit je applicaties in je landschap alle klantgerelateerde informatie bij elkaar te brengen en te mergen. Ja? En we beginnen eigenlijk met map, is van al die bronnen die ik net heb gekozen. Die point of sale purchases, die e-commerce context, loyalty customers, ga ik de informatie mappen op hoe Customer Insights dat zou kunnen zien. Customer Insights is gebaseerd op het Common Data Model. En dat is een open source model wat door Microsoft wordt gehanteerd om bedrijfsapplicatiedata te modelleren. En het voordeel daarvan is dat als je al bestaande Dynamics klant bent, dan zul je dat model ogenblikkelijk herkennen. Sterker nog, Customer Insights zal automatisch de velden mappen voor jou op dat model. Maar nu de tovenarij zou ik het bijna willen noemen. Ik moet natuurlijk een matchen. Want nogmaals, ik weet niet dat Pete Puk uit mijn CRM-systeem Pieter Puk is in mijn e-commerce context. En dat als voorbeeld. En hoe ziet dat er nou uit? Nou, daar kan ik op basis van regels, kan ik daar instellingen in zetten.
En dat ziet er dan als volgt uit. Ik kan op basis van 100% zeggen dat Abigail Moss uit mijn e-commerce contact dezelfde is als Moss Abigail in mijn loyalty scheme. Daar zit dus de intelligentie die het maken en het instellen van een master data management systeem de noodzaak daartoe vermindert. Want we kunnen op deze manier de klantdata toch bij elkaar krijgen. Dat is natuurlijk heel erg mooi. En we kunnen dan ook in de laatste stap, op basis van de merge, zeggen welke veldjes zijn dan, horen dan bij elkaar en welke zijn leidend. Als ik kijk naar de voornaam van iemand, dan pak ik hem eerst, vind ik, uit mijn e-commerce context. En als die daar niet in staat, dan pak ik hem wel van mijn loyalty customers. En op die manier heb ik dus mijn data bronnen heb ik gemapt op het model van Custom Insights. Heb ik gematcht op basis van kunstmatige intelligentie. En heb ik bepaald welke informatie is leidend hierin. Al die informatie kan ik ook nog met elkaar in verband brengen. Dus ik kan zeggen van een klant in CRM heeft één of meer purchases of heeft één of meer loyalty schemes, dat soort zaken. Dat is natuurlijk nodig om die machine learning algoritmes te voorzien van data. Want de volgende stap is dan om measures te creëren. Een measure moet je zien als een, als je het als klantattribuut, measure heb je verschillende vormen, als klant in attribuut en als business measure. Als klantattribuut kun je denken aan specifiek voor Pietje Puk. Wat is zijn lifetime spend? Wat is zijn gemiddelde aankoopwaarde over een jaar heen? Een business measure is meer over je klantenpopulatie heen. Wat doen wij nou als bedrijf? Wat zien we nou over al onze klanten heen? Wat besteden zij nou gemiddeld over een jaar? En op basis van die measures kun je natuurlijk heel goed segmenten bouwen. Een high value web purchase subscription target. Je kan ook zien wie daarin zitten. Daar kun je heel getarget kun je daar segmenten in bouwen die specifiek zijn gericht om een aanbieding voor te kunnen doen of om überhaupt een interactie aan te gaan. Dat inzicht wat je daarmee verkrijgt is op klantniveau beschikbaar. Dus als ik kijk naar welke klanten heb ik nou in mijn Customer Insights module. En hoe kan ik daar nou snel in zoeken? Kijk bijvoorbeeld naar Abby Moss. Dan zul je zien wat van Abby Moss al die informatie bij elkaar is geharkt. In termen van normale profielinformatie, de timeline. En niet alleen maar een timeline van zoals we die standaard in Dynamics hebben met appointments en telefoongesprekken. Maar bijvoorbeeld ook hier de online purchase. Want we weten nu dat Abby Moss uit het websysteem dezelfde is als Abby Moss in het CRM-systeem. Dus we hebben nu die data bij elkaar gezet. En op basis daarvan weten we ook dat zij gemiddeld zoveel besteedt. Enerzijds op het web en anderzijds in de winkel zelf. Als laatste van de demo dan. Hoe ziet er dat uit in het relatiebeheersysteem? Dus in Dynamics 365 zelf. Daar hebben we een klantscherm van diezelfde Abby Moss. Eventueel nog aangevuld met onze LinkedIn integratie. Met name van belang voor je B2B activiteiten. De normale profielinformatie. Etcetera. Maar hier zie je precies datzelfde, diezelfde informatie terug in je klantoverzicht. Dus een heel krachtig instrument om voor je medewerkers van jullie instellingen duidelijk te maken. Hey, dit is een belangrijke klant. Misschien heeft die een speciale behandeling nodig. Of niet zo'n belangrijke klant die we op een student die... Maar misschien zelfs wel afscheid van zouden willen nemen. En die strategie die kun je instellen. Terug naar de demo, naar de presentatie. Ik noemde al eventjes Tivoli.
Dat is een amusementspark in Denemarken. Die heeft Customer Insights al geïmplementeerd. En zij wilden heel graag hun bestaande gasten, zoals ze die noemen, kunnen behouden door middel van het aanbieden van gepersonaliseerde aanbiedingen. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben dit is een Power BI dashboard bovenop Customer Insights, waarbij ze dus over alle klanten heen informatie kunnen inzichtelijk hebben over wat gebeurt er nou met mijn klantenpopulatie in het algemeen, maar specifiek ook voor, in dit geval, Victoria Gomez. En dan zie je ook diezelfde timeline weer. Hoe belangrijk is Victoria voor Tivoli? Resumerend. We zijn eigenlijk van het traditionele relatiebeheer gegaan naar relatie-insights. Waarom? Omdat met behulp van insights kun je echt je student leren kennen, zodat je die studentenbeleving kunt optimaliseren, hè, door gepersonaliseerde interacties met de studenten aan te gaan. Daarvoor heb je echte customer insights nodig. Dus die data moet getransformeerd worden tot informatie die ook actionable is in je systems, in je CRM systeem, in je back-office systeem, om op basis van die informatie acties te gaan ondernemen. Yes, dankjewel Michiel. Interessant. Daarop toevoegend denk ik ook, hè, dat het ook een nieuwe manier van naar selectie en werving kijken is. Hè. Als je kijkt vanuit de onderwijsinstelling, heb je potentieel en ook huidig in het bestand wellicht al duizenden, niet tienduizenden studenten. En het is eigenlijk onmogelijk om daar één op één echt richting opportunity management opvolging aan te geven. En hier gaan we eigenlijk met customer data inzichten op meer het macro, het helikopterniveau zitten, om eigenlijk die data te kunnen gebruiken, om eigenlijk meer ook te kunnen sturen en boven inzichtelijk te kunnen maken in waar de studenten naartoe bewegen en nog veel belangrijker wat we zo kunnen aanbieden. Want ik denk dat er misschien nog één hele belangrijke achterliggende driver in is, en dat is namelijk de juiste student op de juiste plek. Want dat biedt namelijk waarde voor mij als student. Ik wil eigenlijk dat de school, de instelling mij helpt door eigenlijk die data die ze van mij weten, dat eigenlijk proactief dat ik gestuurd word zonder dat ik weet dat ik voor de juiste opleiding kies. Dat scheelt mij ook centjes als ik in plaats van meteen de juiste studie kies, ja, misschien 2 of 3 studies verder ben en ook in mijn schuld zit. En ik denk dat dat ook de toegespitste waarde gaat zijn voor scholen en instellingen voor zichzelf, om eigenlijk beter de juiste student meteen op de juiste studie te kunnen laten plaatsen, om daar ook het succes en de slagingspercentage daarin te verhogen. Dus heel interessant. Ik ga eventjes door met een aantal next steps, waaronder ook, als dit nou interessant is, hoe licencieer je dat? En eigenlijk wil ik eventjes terug naar het licentiemodel. Wat jullie eigenlijk zien is aan de linkerzijde een korte overzicht van het licentiemodel van Dynamics 365. En wat je daar bovenaan ziet in het donkerblauwe kopje is het Customer Engagement Plan. Een Customer Engagement Plan is een licentie, namelijk een bundle licentie. En die geeft recht op sales, customer service, field service, project service, marketing en power apps. En wat we zien is eigenlijk in de onderwijsinstellingen dat eigenlijk gestandardiseerd wordt op de Customer Engagement Plan bundle licentie. Waarom? Omdat in de onderhandelingen met SURF eigenlijk de contract is eigenlijk de feedback vanuit de instellingen naar SURF geweest. Wij willen die Customer Engagement Plan bundle gebruiken om zoveel mogelijk functionaliteit te krijgen. Dus we zien eigenlijk dat die ook scherp geprijsd is, de Customer Engagement Plan bundle. En vanuit daar ook, als je sales nodig hebt, is het dus het advies om daarin de Customer Engagement Plan bundle aan te schaffen. Zoals wellicht jullie weten, zal SURF aan jullie vragen om in de maand november, dus voor 1 december, ook de bestellingen op te geven
voor het komende jaar, voor het komende 2020. Dus mocht je hiermee aan de slag willen gaan, dan is het belangrijk om in de portal van Surve ook in de maand november jullie order te plaatsen. En dit is dus eigenlijk de per user licentie, de custom engagement plan licentie, om toegang te hebben tot CRM, om vanuit daar relatiebeheer te doen. Maar, hier sluit je verder. Mocht je, en misschien hier even kort overzichtelijk, de bovenste is die ik net benoemd heb. Dat is de per user licentie om toegang te krijgen tot CRM relatiebeheer. En daaronder zien we eigenlijk customer insights, wat ook Michiel natuurlijk namelijk heeft ingezoomd vandaag. En hier zien we dat je dat niet licentieert per user, maar per tenant, dus organisatiebreed. En als je Dynamics 365 Customer Insights licentieert, zitten daar standaard 100.000 profielen inbegrepen die je iedere maand eigenlijk laten we zeggen, een data query overheen kan draaien. Mochten die 100.000 profielen nou niet genoeg zijn per maand, dan kan je ook nog een additionele package aanschaffen. Tevens is dit ook per tenant. En dit is, dan kan je eigenlijk een extra 100.000 profielen aan contacten licentiëren. Yes, dan kom ik even bij het volgende. Dat heb ik gisteren ook al gezegd, dus ik ga het weer herhalen. Kijk, wij organiseren dit soort online seminar weeks om eigenlijk voornamelijk schaalbaar te zijn. En veel scholen en onderwijsinstellingen te kunnen bereiken. Maar helaas hebben wij niet de schaalkracht, hoe graag we het ook zouden willen, om zeg maar alle, laten we zeggen 3500 scholen of als het er niet meer zijn, zelf te kunnen verder helpen. Maar het goede nieuws is dat we eigenlijk een sterk partnernetwerk hebben. Met partners die eigenlijk op Dynamics gespecialiseerd zijn, maar ook nog eens op de onderwijsmarkt gespecialiseerd zijn. Dat betekent dus dat ze het platform goed kennen, maar ook heel goed weten hoe je dat toepast. Op basis van jullie behoeftes en processen. Heel even kort benoemend, linksbovenin hebben we House of Engagement, wat momenteel onderdeel is van de groep Broad Horizon. Hier kunnen jullie contact opnemen met Heli Wassink. Rechtsbovenaan hebben we Business Base. Hier kunnen jullie contact opnemen met Michael Unk. Linksonderin hebben we Winvision. Hier kunnen jullie contact opnemen met Marvin Hogeterp. En in het midden onderaan hebben we Partner 2AT. Bas van Attenveld is hier de contactpersoon voor. En we hebben ook wat een partner Bent. Hier kunnen jullie contact opnemen met Mark Borger. Yes. Dan zijn we eigenlijk een beetje richting het einde gekomen. Ik heb de chat in de gaten gehouden. Ik zag daar niet zo 1, 2, 3 vragen voorbij komen. Maar we hebben nog tijd om eventueel wat vragen te beantwoorden. Dus mocht je iets willen weten, kom alsjeblieft eventjes van mute af. En dan kijken of we je verder kunnen helpen. Ik ben sowieso wel benieuwd of het verhaal jullie aanspreekt. Dus misschien kun je daar ook iets over. Ja, we kunnen ook omdraaien. Of jullie ook de potentie zien van die andere manier naar data kijken in de selectie en werving. Yes. Is dat iemand die daar wat over durft of wilt zeggen? Doen jullie het al misschien? Niemand? Oké, als er verder eens geen vragen zijn of feedback, dan wil ik jullie voornamelijk hartelijk bedanken voor het deelnemen. We hebben deze sessie opgenomen, dus begin volgende week zal ik ook een opvolgingsmail sturen. Waar de record van alle online seminar weeks gedeeld zullen worden. Inclusief de presentatiedeck. Dus dan kunnen jullie dit ook nog op je gemak eventjes terugkijken. En ook wellicht delen met jullie collega's intern in de organisatie. En dan wil ik jullie eigenlijk namelijk nogmaals bedanken. Ik hoop dat dit waardevol was. Dat we jullie nieuwe inzichten hebben gegeven. En nogmaals dank. Ja, fijne dag allemaal.